Onze vliegende reporters die zijn in Siddepure en die zijn al een beetje kerstmis aan het vieren volgens mij. Marijke, kom er maar in. Ik kom hier aan in Siddeburen, mensen. In Siddeburen, hoor, aan de Hoofdweg 162. Ik kom hier aan. Dirk, die verklaart me voor gek. Maar ik word toch gelukkig hier, mensen. Ik sta hier nu al in oktober in de kerstwinkel. En ik sta hier naast Suzanne Brink. Ja, en zij heeft deze kerstwinkel helemaal al mooi gemaakt. Wat ontzettend leuk. Wat heb jij aan spullen? Ja, het is gigantisch. Ja, en dit is nog niet alles. We hebben al heel veel verkocht, want we zijn nu sinds 21 september zijn we open. Er is al heel veel verkocht. Maar er komt ook eigenlijk nog dagelijks binnen. Ja, maar wat is jouw concept van deze kerstwinkel? Alles wat je hier ziet is gedoneerd. En dat is door particulieren wordt het gedoneerd, maar ook door groothandels. Dus het is eigenlijk een mix van tweedehands en nieuw door elkaar. En dat verkoop ik. Ik hoor tegen lage prijzen. Maar goed, ik wil iedereen hopelijk een leuke kerst hiermee kunnen bezorgen. En de winst wordt verdeeld onder 3 goede doelen. Ja, want hoe zit dat? Ik heb 3 goede doelen hier in de gemeente Midden-Groningen uitgekozen. Dit jaar is dat het Truckfestijn in Siddeburen. De andere is de Kinderspeelweek, ook hier in het dorp. En de derde is de Zonnebloem. En dat is dan de afdeling Siddeburen-Hellem. En de winst wat ik hiermee hoop binnen te halen, wordt verdeeld onder de 3 goede doelen. Ja, wat ontzettend leuk. Want dit is het tweede jaar dat jij het organiseert. Of ja, de winkel hebt. Klopt. Ja, ja. Vorig jaar zat ik in een ander pand, hier vlak achter. Maar daar zit inmiddels wat anders in. Dus ik ben op zoek gegaan naar een ander pand. En deze was gelukkig nog beschikbaar. En de verhuurders wilden hem wel aan mij ter beschikking stellen. Dus hier mag ik tot de kerst in verblijven. Ja, want hoe gaat deze periode verlopen voor jou? Wanneer ben je open? Hoe ga jij deze dagen door? Heel gelukkig, denk ik. Ja, dit is echt een feestje om te mogen doen. En ik ben van dinsdag tot en met zaterdag geopend, van 9:30 tot 17:00. En mensen kunnen langskomen of voor het sociale gedeelte gewoon gezellig praatje. We hebben een stamtafel, dus als men een kop koffie of thee wil komen drinken, kan dat ook. We hebben allerlei activiteiten daarnaast nog, want we hebben 1 keer in de 2 weken op de woensdagmiddag hebben we hier een handwerkcafé. Kunnen mensen ook aanschuiven. We gaan zo meteen in november beginnen met workshops. Die worden gegeven door studenten van de Terra uit Groningen. En in december gaan we onder andere nog een kerstbingo houden hier in de voetbalkantine. Dus we organiseren van allerlei activiteiten daarnaast nog om, nou ja, een beetje de saamhorigheid, de verbinding zoeken. En een beetje licht in de duistere, donkere dagen. Ja, want hoe ben jij hierop gekomen dan? Ja, dat is 2 jaar geleden ben ik op het idee gekomen. Toen stonden hier nog heel veel panden leeg in Siddeburen. Om te kijken van, nou, kan ik daar iets mee doen? Iets tijdelijks. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen van, nou, oké, dat gaat dan een pop-up worden. En nou, wat is een beetje een leuk thema? Voor mijn gevoel was dat de kerst, want dat kan je iets langer rekken. Dus daar kan je eigenlijk al net na de zomer mee beginnen. En, ben ik trouwens ook helemaal mee eens. Laten we gewoon vooral even vol na de zomer ermee gaan beginnen. Ik ben voor. Ja, ik ook. Ja, dus dat hebben we nu ook weer gedaan. En ik wilde dat dus allemaal op basis van donaties. Dus dat ik niet zelf dingen hoef in te kopen. Want het duurzame vind ik ook wel heel erg belangrijk. Want mensen doen zoveel dingen gewoon weg. Wat eigenlijk zonde is. Want ja, kijk om je heen. Het is echt, mensen, ga een kijkje hier nemen. Je ziet ook kerstballen allemaal op kleur uitgesorteerd. Mooie kerststallen, kerstdorpjes. Hier staan gewoon mensen kant-en-klare kerstbomen. Wel kunstbomen natuurlijk. Ik zie een hele mooie rode boom met vlinders, met mooie strikken erin, lampjes erin, voor maar €55 kant-en-klaar. Dus als je een busje hebt, je zet hem erin, je zet hem thuis. Ideaal voor mannen die altijd dat gezeur zat zijn met de vrouwen. Ja, ik zou zeggen, ga echt een keer een kijkje nemen. En het wordt ook dus gedoneerd, dus elke keer wat anders. Dus je kunt gewoon zeker af en toe binnenlopen. De workshop die ze doen. Ze hebben ook social media waar je haar op kan volgen. Dus ja, kijk daar eens bij. Ja, ik vind het ontzettend leuk concept. Ik moet zeggen dat ik het ook ik mocht hier heel graag even rond snuffelen. Ja, en ik ga hierbij toch dan ook maar het eerste kerstnummer Marijke, ja. Dat klopt. Ja. En
En dat mag ook. Alleen wat jij wil horen, we moesten de kerstlijst nog ergens uit een kelder trekken. Wat en, is dit nou maar? Ja, het is, Gert had dat moeten regelen natuurlijk. Die telt af naar kerst. Ja. Die heeft dat niet. Dus we hebben wel wat kerst gevonden, maar niet wat jij wil horen. Dus, maar nou, jij mag hem wel niet aan... uit. Ik gooi de, hey, meid, gooi de kerst. Luister maar, luister maar. Je kent het. Helemaal goed. Super bedankt, Suus. Band-Aid met Do They Know It's Christmas. Speciaal voor Marijke, want die heeft hem aangekondigd. Het was haar idee.